Inmiddels heb ik de TP Decolink M4 alweer een tijdje in huis en dus is het tijd om mijn ervaringen met jou te delen. Ik beoordeel de Deco M4 op vier belangrijke punten: 1 gebruikersgemak, 2 functionaliteit, 3 wifi bereik en 4 mijn eindoordeel. Punt 1 is het gebruikersgemak. Na een tijdje testen van de torentjes kan ik je zeggen dat ze goed functioneren. Het is een zeer overzichtelijke app en de TP Decolink torentjes zijn snel en goed met elkaar te koppelen. Ook het instellen van profielen, toezicht en inzicht wie er nu gebruik maakt van mijn internet zijn erg makkelijk en overzichtelijk. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik hier vier sterren geef van de vijf. Ik geef vier sterren omdat ik nog een beetje worstel met het gebruik van deze access point of als router. Dat leg ik je later nog uit. Puntje 2 is de functionaliteit. De app werkt prima in samenwerking met de Deco M4 en als je deze in routerfunctie gebruikt, dan heb je meer mogelijkheden dan als je deze in access point gebruikt. Dat is natuurlijk logisch, dus bepaal aan het begin of je de Deco M4 volledig wil gebruiken of alleen als Access Point. Verder ben ik tevreden over de functionaliteiten. Het systeem werkt lekker, het is alleen maar neerzetten en klaar. Even een beetje zitten puzzelen met de beste plek voor de torentjes, maar als je die hebt gevonden, dan heb je echt een mooi systeem. Functionaliteit geef ik 3 sterren omdat je bij Access Point niet de volledige functie kan gebruiken als bij een router. Wil je toch de Deco M4 gebruiken als router? Zet dan je Ziggo Wifi modem in Bridge en gebruik de Deco 4 als router. Punto nummer 3 is het Wifi bereik. Even goed uitzoeken waar je ze neerzet en dan werkt het perfect. Natuurlijk zorgt het verbinden met een UTP-kabel het beste resultaat. Dan blijf je ook een goed Wifi-signaal behouden. Maar daarvoor heb ik het systeem niet gekocht. Ik wil graag dat ik ze draadloos met elkaar kan laten communiceren. Dan hoef je dus geen kabels weg te werken en ieder huis is natuurlijk anders. Dus bepaal zelf wat voor jou het beste is. Wifi geef ik 5 sterren omdat het systeem het goed oppakt als je de torentjes op de juiste plek zet. En het is mogelijk om ze aan te sluiten via een UTP-kabel. Op het linker plaatje zie je hoe de Deco M4 werkt: de Wifi schakelt naadloos en zonder onderbrekingen over. Rechts zie je hoe een losse Wifi-versterkers plaatst met onderbrekingen. En dan is daar nu mijn eindoordeel en ik kan je zeggen: ik ben zeer positief in het vermogen van de torentjes, de bereikbaarheid en de snelheid van de Wifi. Ook de app is lekker uitgebreid en je ziet veel informatie en daarnaast kan je het systeem ook nog uitbreiden met andere TP-Link decotorentjes. Nou, dat is alleen maar positief. Voor het totaal geef ik 4 sterren omdat er nog kleine dingen zijn om te verbeteren. Er zijn grote verschillen tussen de router en de access point functies en ik had liever gezien dat deze verschillen niet zo groot waren. Maar hoe je deze ook gebruikt, het bereik van je wifi is er veel beter op en fijner. Tenminste in mijn test. Echt een aanrader voor mensen die graag hun wifi bereik willen verbeteren. Let op, elk huis is anders en blijf proberen en zoeken voor de juiste plek van je torentje. Ben jij al enthousiast? Vergeet dan niet te abonneren op de community studio van Ziggo. En als je het leuk vond, geef dan een duimpje.